De bond wil actie zien. Als wij eind van de maand geen verandering zien, gaan wij wel reageren. Dit zegt Joël Panka, hij is secretaris van de Bond van Personeel Brandweer Suriname. Panka zegt dat er nog geen schot in de zaak is gekomen ten aanzien van het wensend pakket dat de bond al enige tijd bij de justitieminister heeft ingediend. We willen rekening houden, maar dat heeft ook een einde. Dat op een bepaald niveau. We willen ook nu wat actie zien dat ondernomen wordt, wat dat betreft. En ook vanmorgen heb ik met de minister gesproken. Het ging meer om het accepteren van dat deel van het bestuur nu, dat onlangs is aangewezen door de leden om hun belangen te behartigen. Dat was afgelopen 29 augustus. Tijdens die ALV. Hij gaf aan die brief, want hij is niet lang teruggekeerd uit Nederland. Die brief nog niet onder ogen te hebben gehad, maar vandaag wel. Dus dan verwachten we een reactie van hem en eventueel ook een uitnodiging. Panka verwacht dat de bond uitgenodigd wordt voor een gesprek. Er moet gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht. De noden van de personeelsleden moeten nu eindelijk tot het verleden gaan behoren, zegt Panka. We hebben nog niets wat dat betreft gezien. We hadden twee punten aan hem voorgehouden die op zeer korte termijn wij uitgevoerd zien. En dat is dat van die voedingsgeld dat al lang achterhaald is en de medische voorziening. En als het zo is dat wij rond eind van de maand niets daarvan hebben gemerkt, dan zullen we daarop reageren. Panka benadrukt dat de bond gepast zal reageren als de autoriteiten geen verandering brengen in de situatie. In het wensenpakket is opgenomen verbetering van de medische voorzieningen, de werkomstandigheden en de uitrusting.